zie je dus eigenlijk wat wij allemaal tot nu toe hebben gedaan. Want wij posten als finalisten ook heel veel op de pagina. Er zijn ook andere berichten waarop je dan dus bepaalde evenementen promoot. Bijvoorbeeld Break the Stilte, Break the Silence. In verband met huiselijk geweld. We zijn vandaag op bezoek bij Manisha. Manisha, je hebt iets heel bijzonders. Je bent genomineerd voor iets. Vertel eens. Ik ben op dit moment finaliste bij de Indian Beauty Queen, de Netherlands verkiezing van het jaar 2019. Hoe ben je er zo bij gekomen om je daarvoor aan te melden? Dat was eigenlijk een ongeluk. Ik was namelijk voor mijn oom naar een show gegaan, naar een talentenshow. Hij zou daar gaan zingen. En ik stond al helemaal klaar om hem aan te moedigen. En uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Maar aan het einde van de show zei hij tegen me, goh Manisha, het is misschien wel leuk als ik aan iemand ga voorstellen. Nou, en ik had al zoiets van, nou, ik ben een beetje grieperig en ik had er niet zoveel zin in. Ik denk, nou, laat me maar. En voor ik het wist, werd ik geïntroduceerd aan iemand van de organisatie van de verkiezing. En die zei van, goh, doe even mee en doe auditie. En voor ik het wist, rolde ik erin en had ik de auditie gedaan en kreeg ik te horen dat ik een finaliste was. Dus het was eigenlijk een stroomversnelling van 2 weken, denk ik. Een eerdere foto die gemaakt is, toen er waterputten werden geplaatst in een ander dorpje. En zo ziet dat er dus eigenlijk uit. Dus die vrouwen kunnen dan gewoon water pompen en dat komt dan... En ik heb begrepen dat je ook aan goede doelen meedoet. Hoe zit dat in elkaar? Klopt. De Indian Beauty Queen verkiezing die is gelinkt aan Meet Charity. Dat is een organisatie die zich inzet voor meerdere goede doelen. Het hoofddoel waar wij ons voor inzetten is het waterputproject in India. In India zijn er nog steeds meerdere arme dorpjes waar een waterput best wel ver te zoeken is. Regelmatig moeten vrouwen 6 tot 8 kilometer lopen... voordat ze een emmer met water kunnen vullen. En ja, 1 emmer water, daar doe je het niet mee een hele dag lang. Dus je bent eigenlijk continu de hele dag door bezig om die kilometers af te leggen. En dat vinden wij niet kunnen. En om die reden hebben we dit project opgericht, waarbij we dus een waterput dichterbij willen brengen, zodat vrouwen niet meer zo ver hoeven te lopen. Plus het is vlakbij een basisschool, waar kinderen ook nog eens gezond water, in ieder geval schoon drinkwater kunnen krijgen tijdens van schooldag. En er wordt ook geld ingezameld voor schoolspullen, zodat ze ook kwalitatieve educatie kunnen krijgen. Dit was gebonden aan mijn maatschappelijk doel. Ik wil namelijk sociale druk verlagen. Of in ieder geval bewustwording creëren daarvan en op die manier ook verlagen. En dan laat ik dus eigenlijk middels een berichtje zien van, goh, wat is sociale druk? Wat als je wint? Want ik neem aan dat je ook een baan hebt. Ik heb inderdaad een baan. Ik ben psycholoog in het dagelijks leven, dus ik behandel mensen. Ik denk dat het juist iets is van de moderne tijd dat vrouwen hun werk, hun privéleven, hun hobby's kunnen combineren. Dat zij datgene kunnen doen wat ze willen doen. Ik denk dat dat iets typisch is voor de jaren 2000 en eigenlijk vanaf het feminisme af aan is dat opgebouwd. Dus ik denk dat dit een heel goed voorbeeld zou zijn, ook voor mezelf, als ik dat allemaal ga combineren. En laat zien van, nou jongens, als je iets wil, dan kun je er ook echt voor gaan. En dan vind je wel je eigen manier om het te combineren. Jouw roots liggen in India, maar ben je daar ook geboren? Nee, ik ben helaas niet geboren in India. Mijn vader die komt uit het noorden van India, dat is Punjab, dat is een provincie. Het staat eigenlijk bekend voor de mensen die dan met een tulband en een zwaard daar rondlopen bijvoorbeeld. Daar komt mijn vader vandaan en daar heb ik ook mijn vastberadenheid en koppigheid vandaan. En mijn moeder die komt dus inderdaad uit Suriname en zij is Hindoestaans van afkomst. Dus ik ben half Hindoestaans en half India's. Waar komt deze kleding vandaan? Deze kleding die komt uit mijn geboorteland India en ook nog eens uit de provincie waar mijn vader vandaan komt, uit Punjab. Hij is vorige maand naar India geweest en toen had ik hem verzocht om dit voor mij te halen voor de talentenronde. En dat is gelukt. En dit zijn dan dit is de winnares van vorig jaar. Wat als je winnares wordt? Ten eerste spring ik een gat in de lucht. En ten tweede, ja, daar komen dan zoveel kansen bij kijken. Niet alleen ga je naar Dubai en mag je Nederland representeren, maar je gaat zoveel nieuwe mensen ontmoeten. Dames uit andere landen ga je ontmoeten. Mensen die je alleen maar die je in de kranten hebt gezien of die je op tv hebt gezien, die komen opeens recht voor je neus staan. Dus het is hartstikke leuk, maar het is ook hard werken. En dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk.